can be the one you want. I can be your best friend, John. Fanmail. Dat is toch te lief. Fanmail. Jules. Hoe lief is dit, joh? Met snoepjes erbij. Danny, wat vind je van je fanmail? Ja, super vet. Lief, hè? Erg blij. Dankjewel, mensen. Ook echt hele lieve brieven. Gewoon soms gewoon met een persoonlijk verhaal, maar dat is echt heel leuk. Het is vandaag zaterdag 2 december. We zijn in Schiedam vandaag. Oh echt, dat heb ik dus altijd. Kijk of wel. Nee. Maar zie je, nu ging ik die voeten wat heen. Oh ja, dat is wel echt leuk. We hebben een taart gekregen. Leuk, hè? Superleuk. Ja, ik ben even aan het wachten tot die... Oh, geweldig. Ja hoor, zet hem neer. Willen jullie ook taart? Ja, dat is wel een krentenbol. Dat is een mega krentenbol. Nee, dit is geen krentenbol. Hij ziet er alleen uit als een krentenbol. Dus wil je ook taart? Ja. Zo, het is een beetje creepy licht hier. Ik zie natuurlijk, of ik hoor eigenlijk vanaf de zijkant heel veel shows. En ik weet ondertussen wel een klein beetje of een show voor hun lekker gaat of niet. De zaal zal er echt nooit iets van merken, maar ik weet wel ongeveer een beetje of zij lekker spelen. Of Dan goed geluid heeft, want dat is heel gevoelig omdat je elke keer in verschillende zalen staat. Of dat ze echt een totale kutshow hebben. Ik heb nu een beetje het idee dat ze niet zo lekker spelen. Dus we gaan het zo meteen zien. Dit is het laatste liedje voor de pauze, dus we gaan het horen. Kut. Werkelijk waar. Heb je kut geluid of wat? Jezus, kut geluid, jongen. Oh. Kut. Ja. Zwaar. Ja. Maar heb je nou ook door... Het is zo gek. Het is zo fucking droog. Nou, mis. Maar ik heb gewoon het idee. Ik weet het niet. Zijn jullie tegen jongeren? Ik heb het. Ja, perfect. Maar ik heb wel het gevoel dat ik toch mijn andere happy socks uit moet trekken zo. Ik denk het ook. Want deze... Nu staat hij helemaal droog, hè? Dit is waanzinnig. Ja. Maar ik ga toch straks voor de vrolijke noot. Dus ik kom zo bij je terug. Dan krijg ik niet mee. Gert houdt heel erg van vrolijke sokken. Daar wordt hij zo blij van. Dat zie je aan hem. Dat doet echt alles voor hem. Nee, niet weg. Dankjewel. Ik voel mijn kind in mezelf. Oké, dit is de status dus voor na de pauze. Want eigenlijk wat ik af moet. Ja, nou, hey. Ja. Hey, Happy Socks, ik verwacht een sponsordeeltje nu. Want ik kan niet meer zonder jullie. Ik snap niet waarom. En ik heb een paar onderbroeken nodig. Dankjewel. Dat hebben we wel goed gemaakt. Ik vergeet al een paar video's eigenlijk af te sluiten. Dus, bij deze, bedankt voor het kijken. Als je eigenlijk hoort te zeggen, vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog voor je kutvideo, voor echt een hol aan. Duimpje naar beneden, liever niet. Maar goed, dat is het ook duidelijk. Zet er wat onder wat je leuk vindt. Of wat je graag wil weten. Of voorzien wat. Hè?